Goedemorgen, dit is onze eerste vlog. Ja. Yay! Samen met Abby ga ik dingetjes uit mijn leven opnemen en aan jullie laten zien. Ja. Op de salon natuurlijk en met Abby natuurlijk. En heel veel leuke video's, toch Abby? Ja. Wat ga jij nu doen? Naar school. Even normaal praten. Naar school, mama gaat werken. Toch? Ja. Zie je ons haar. Kijk, ik ga van dit t-shirt ga ik een off-shoulder t-shirt maken. En ik ga het dan knippen. Zo. Ik laat zometeen ga ik hem aantrekken en dan laat ik zien hoe het staat. Zo, ik ben nu onderweg naar mijn werk. Naar de salon. Ik ben eens een keer in mijn leven op tijd. Ik weet niet wat het is, maar daar heb ik een beetje moeite mee. Ik ben er echt druk mee bezig. Om dat te verbeteren. Want ik vind het super vervelend. Maar ik heb ooit eens een keer gehoord dat het soort van dat je daarmee wordt geboren. Nou, echt, het is gewoon... Altijd gewoon een paar minuten gewoon. Echt. Heel vervelend voor andere mensen. Ik ben druk mee bezig om dat te veranderen. Ik neem jullie dus nu een dagje mee naar de salon toe. In de salon. Waarschijnlijk hebben jullie al wat video's gezien van in de salon. Dus dat neem ik hier vandaag ook daar gezellig natuurlijk mee naartoe. Want dat is een groot deel van mijn leven. Ik loop nu naar de salon. De zon schijnt lekker. Oh, ik hou ervan. Wij zitten wel een beetje in de schaduw, maar ja, daarvoor is het wel lekker koel altijd. Kijk. Mensen, dit is de outfit van Sheryls vandaag. On fleek, on fleek. Zeg even waar het vandaan komt. Oh ja, deze. Sarah. Nee, echt niet? Zo leuk. Op Instagram. Deze van de buren van LA Sisters. Ja. Dit is van Breska. Kijk, die heb ik net geknipt zelf. Hier. Heb ik even een beetje gecustomized. Hey, en customized schoenen van Adidas. Deze heb ik echt gewoon al jaren in de kast liggen. Maar zo hier leuk. Deed het zo pijn. Dus ik heb hem blijven schoenmaker laten uitrekken. Ja. Nu pas kan ik ze aan na een jaar. Kijk, staan mijn naam nog op. Zo leuk! Cool, hè? Oh, een bondje, printje. Dus als schoenen uitverkocht zijn, jongens, gewoon customize. Duurt even, maar ik heb gewoon je eigen soort schoen. Nou, nu heb ik een van mijn lieve klanten vandaag bekomen. Dus ze app me gisteren. Zegt ze, ja, zal ik mijn haar zelf kleuren? Ik zeg, oh my god. Ik zeg, nou ja, wat er ook gaat doen, ik kan je wel helpen met corrigeren. Dus, dit is het resultaat. Woehoe, Pia Mia style. Kijk, ja, oh my god. Dit is precies zoals ik het wou, Ros. Dus dit gaan we even fixen. Oh, wauw. Dit is gewoon heel logisch wat hier dus is gebeurd als je dus thuis kleurt. Dit is haar natuurhaar, daarom is het lichtgeel. En hier heeft ze dus geverfd haar. Ik heb er trouwens een vlog van gemaakt, die misschien binnenkort online komt. Oh, echt? Dat wil je zien. Ja. Maar moet je dit moest je er eigenlijk ook even bij vroegen, die correctie, hè? Want ja. Dit is ik ook... Ik heb ook gezegd van, ik ga naar de kap morgen, dus ik ga het gelijk voor me fixen. Ja. Maar ik moest het gewoon proberen, toch? Het was gewoon een experiment, ik hou van experimenten. Ja, dus dat. Oh my god. Ja, te funny. Ja, dat gebeurt er dus als je eigen haar blondeert. Ja. Dus alle dingen die je op het internet hoort van, hi, blondeer niet je eigen haar. Doe het ook gewoon niet, want het is gewoon fucked up. Don't do this at home. Mooi kleurenpalet. Gaan we fixen met wat highlights. Ik heb net de lunch gehaald voor mij. En wat eten we vandaag? XX. Ik ben op een soort van dieet. Of ja, dieet. Ik wil gewoon healthy eten. Dus ik eet. Ei met champignons. Veel champignons, hè? Ja, best wel.
Lekker gezond. Wat eet jij? Ik ben eten zo op. Broodje ei. Wat zit daar in je fles? Wat is dat nou? Het is heel gezond. Ja, ja, wat is dat? Kijk, dit was dit. 30? Nee, dat is echt niet gezond hoor, dat. No, waarom drink je no niet gewoon water? Bah. Ik weet nog niet of het lekker is. Hoezo drink je niet water? Wij doen samen een soort van kickbox challenge. Ja, goed voor je. We doen samen een kickbox challenge en we moeten ook voedingen zo doen. En ze houdt zich erg goed eraan, zoals je kan zien. Zeker, ja. En wat had je gegeten dan? Broodje ei. Broodje ei, broodje ei. Zie je? Die helpen ook gewoon niet. Gewoon. Ze smokken het echt kaas. Vet gezond. Oké. Okay. Nou ja, dus. In ieder geval zit het dus ook mee in de challenge, maar het gaat lekker. Ja? Zeker. Ja, top. Zo. Deze mevrouw heeft een wever in. We gaan maar highlighten. Zij heeft ook een bepaald kleurverleden. Die gaan we kijken. Die gaan we even hier fixen. Oh, mijn batterij is leeg. Kijk, dan gaan we dit fixen. Dan gaan we ook even highlighten. Dan loopt hij helemaal mooi over. Oké, Chanel, wat ben je aan het maken? Ik ben lichtjes aan het maken. Mooi. Ja, wat vind je ervan? Oké, dus dit is gelukt. Maar nu? Nu moet ik dit ding nog doen. Oké, ja, ik snap het ook niet hoor. Daar doet hij dus wel. Is dit niet gekoppeld op iets? Ja, er zit wel zo'n... Op wat moet je het richten? Ja, op dat kastje denk ik. Ja, ja, ja. Ja, zie je? Ja, zie je? Het is gewoon. Ja. Nou, we hebben hier nog een leuke klant. Die is op vakantie geweest. Ja, mijn haar is zo mooi groen. Echt prachtig. Waar ben je naartoe geweest? Turkije. Oké. Okay. Naar, waar was ik ook alweer heen? Naar Bodrum. Oké. Okay. Ja. Nou, daar moet je dus niet in het zwembad gaan. Nooit. Never, nooit. Als je blond haar hebt, ga je gewoon niet zwemmen. Gewoon de verleiding weer staan. Koop een mooie zwembad om erbij te liggen, niet om te zwemmen. Echt, je matcht met mijn shirtje gewoon bijna. Dankjewel. Pas op. Om het in te wrijven. We gaan het even fixen hoor. Komt helemaal goed. Wat heb jij voor mode? Shiro's shoes. Oh ja. Nou? Nee, je moet nog Shiro's achterplakken, Shiro's. Ja, Shiro's. Dit zijn onze werkschoenen. Voor volgende maand. Sexy. Chanel die heeft een lekkere fraps gehaald. Of gemaakt voor ons. Ja, gezonde lifestyle. Even kijken hoor. Ja, deze voor mij. Mijn naam staat erop. Nou, mijn letter bedoel ik. Verrassing. Is gerookte kip. Met komkommer, avocado en rucola sla. Yummy. En even kijken hoor. Is ook met zalm. Oké, die van Chanel is met zalm. Yummy, thank you Chanel. Dit is mijn haar geworden. Super blij mee. Het, ja, dan moet je lachen, maar het is wel gewoon waar. Nee, het is echt waar. Kijk hoe het uitgroeit ook. Alles is perfect. Moet het nog van die kant, van de achterkant? Zo. Blijf Insta in de gaten houden en volg Leuk. Ons allemaal. Wat is jouw Insta? Wat is je Insta? Nee, Beauty by Chanel. Beauty by Chanel. Shiros. Shiros. En it's Emily D. Emily D. Zo, ik ben net thuis en ik heb al op werk gegeten. Ja. Lekker zoutsoep. Ja, ook ik. Mijn hele bordje leeg. Goed zo. En ik ga lekker een kopje thee maken nu. Ja, en dan ga ik naar, en daarna ga ik naar bed. Ja. En dit is mijn lieve mama. Ik ga even een kopje thee maken en lekker goede tijd kijken. Ik vind goede tijd, ik moet je gewoon nooit missen gewoon. Ja, ik vind goede tijd super leuk gewoon. Ik kan niet, want ik vind het eng. Nee, jij moet naar bed. Nee, goede tijden, dat is gewoon, staat altijd op mijn lijstje, ik wil goede tijden kijken.
Ik heb waarschijnlijk niet alles gefilmd, daar ga ik een beetje op proberen te letten. Maar het is een beetje lastig omdat het druk is ook en om alles op de camera te krijgen. Dus ik probeer wel bepaalde stukjes gewoon goed op te nemen. Maar het was super gezellig weer in de salon vandaag. Ja, echt. En dankjewel voor het komen, iedereen die is gekomen. Ik had een resultaat van het andere meisje uit Den Haag. Die moest snel weg, dus het kon niet meer filmen. Is ook super mooi geworden. Dus maar ja, leuk dat je allemaal hebt gekeken. En ik zie je snel weer. Doei doei. Tot morgen. Als jullie nog naar, hoe heet het ook? Weet ik niet, Jellybean Shell is bij Laura. Bij Laura, dan kan je eens kijken. Bij Laura, oké. En dan zie je, een meisje met een knotje met blond haar. En dan zie je een meisje met een tuinpak. En dat ben ik. Dus en dan zie je... En dan zie je de Jellybean Challenge. Dus ik hoop dat jullie kijken naar onze vlog. Ja, zeg je dankjewel voor het kijken. Dankjewel voor het kijken. Als jullie kijken, zeg het maar tegen Laura en mijn zus. Eigenlijk is Laura en mijn zus. En dit is mijn mami. En dan zie je de volgende keer weer. Ja, ik moet... Zeg maar tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ik bijna mijn A.